Like deze video sneller dan dat ik in de school sta. Daar ga ik. 3, 2, 1. Ik ben er. Want met deze nieuwe update zijn er ook een hoop nieuwe geheimen. Als je namelijk bij deze uitgang staat en je staat ongeveer hier en je kunt het al zien aan mijn cursor, dan kun je ergens op klikken. En als je dat doet, dan heb je een boek vast. Hoe raar is dat? Dus zit er dan iets in de muur? Want kijk naar mijn cursor. Het wordt een handje. Ik klik erop en ik heb een boek. Met taco recepten? Nee, Bob. Maar dit is nog niks. Als we namelijk naar de tweede verdieping gaan en we lopen het muzieklokaal in, dan hebben we hier meer dan alleen een gitaar. Want deze muur is helemaal niet echt. Oh my gosh, wat zit hier achter? Niks. Ik dacht dat er iets achter zou zitten. Hey joh, Pop, serieus? En dat is niet het enige. Want als we Freecam aanzetten en we kijken goed, dan zien we, misschien zie je het al, dat hier het logo van de school in staat. Maar dit is alleen maar om op te warmen. Als we namelijk naar de lerarenkamer gaan, nog voordat we naar binnen lopen en kijk weer naar de cursor, het wordt een handje, kunnen wij het licht aan en uitzetten. Een spook? Is dat een spook? Oké. Dus dit is eigenlijk een soort van neppe deur, want we kunnen er gewoon doorheen klikken. Maar nu wordt het serieus. Voor het volgende geheim heb ik een huis nodig. Maar voordat we die kiezen, eerst de brandweerauto. Dit geheim geeft je namelijk superkrachten. Wat we dan doen, is we stappen in de brandweerauto. Die zetten we zo neer. Dan hebben we een item nodig, namelijk de basketbal. En dan als laatste hebben we een speler nodig. Die er niet is. Ik ben er altijd. Of toch wel. Oké, wat we dan moeten doen. Ik ga hierin zitten. Mag wel iets hoger. Dan druk ik hierop. Dan pak ik de basketbal. En dan kiezen we een huis. Maakt niet uit welke. En misschien zie je het al, maar let op. We kunnen nu echt 3, 4 keer zo hoog springen. Oh my gosh. Doe de wolken de groetjes. Dus stel voor we willen in 1 keer het dak op. Dan kan dat nu gewoon. Maar hier komt het. Stel voor ik doe nu de basketbal weg. Dan kan ik niet meer super hoog springen. Maar ik heb hem daar dus weggedaan. Alleen het spel gelooft nu dat de basketbal daar nog steeds is. Dus ook al ga ik nu heel ergens anders naartoe. En sta ik bijvoorbeeld hier binnen. Als ik nu de basketbal er weer bij pak, ben ik weer terug. Kijk, let op. Ik pak de basketbal en ik stop ongeveer voor Bob. Bob, ik moet er vandoor. En ik moet naar de wc. Ja, ja precies. Ik pak nu een spookskin. En zodra ik dan de basketbal weer terugpak, hey, een zakdoek. Hatjoe. Bob, ik ben geen zakdoek. Ik ben een spook. Echt niet, je bent een snotje. Een snotje. Oké, het werkt niet bij iedereen. Maar wat als ik je zeg dat ik nog hoger kan springen dan dit? Het is alleen wel een stuk lastiger. Als we dat willen, hebben we weer wat hulp nodig. Je kan niet zonder mij, hè? Wij moeten namelijk Bob dragen. Ik hou ook van jou, Job. Wow, waarom lopen we zo raar? Oh nee, ik hoop niet dat er nu 2 geheimen door elkaar lopen en dat dit helemaal misgaat. Ja, ik ga het gewoon proberen. En terwijl we hem vast hebben, moeten wij het spel uit. Ik heb zo'n gevoel dat dit helemaal fout gaat. Dan starten we het opnieuw op en dan gaan we weer terug waar Bob ligt. Ah! Lekker in het zonnetje. En dan is het heel belangrijk dat we Bob op onze schouders meenemen. Oké, het lijkt te werken. En dan moeten we Bob laten vallen. Oh. Job, ik kan vliegen. Oké, tot nu toe werkt het wel. Dit ziet er zo grappig uit. Hij zit een soort van aan mij vastgeplakt. Voor altijd. Oké, nu is het best wel raar. Want nu zouden we namelijk een papieren zak erbij moeten pakken. En dan zouden we deze emote moeten gebruiken. Oké, dus dan gebruiken we die emote en Oké. En dan als het goed is, oh my gosh, wat heb ik gedaan? Het lijkt wel alsof ik veranderd ben in een stambeeld. Ik knuffel met de lucht. Maar nu zouden we heel hoog moeten kunnen springen. Oké, we gaan het gewoon nog een keer proberen. We doen diezelfde emote weer. En dan hoop ik dat het nu wel... We zitten weer vast in de lucht. Draaimolen! Dit is niet de bedoeling. Ik doe dit niet eens zelf. Nee, helaas niet. Oké, Bob, je mag er vanaf. Dat kan niet. Hoe bedoel je dat kan niet? Ik druk overal op, maar ik zit vast. Oh, nee. Maar wacht eens even. Wat nou als ik Bob... Ban ik dan ook mezelf? Want hij zit inderdaad vast. Oké, ik heb het huis gekozen. Kunnen we op hem klikken? Ja, dat kan. Oké, daar gaan we. Wat? Oh. Ben ik nou zelf ook geband? Ik hoorde 2 keer dat geluid. Oh my gosh. Maar wacht, waar is Bob dan? Hij is nergens. Dit is een geheim wat ik nooit heb geweten. Je kan gewoon jezelf bannen op die manier. We gaan het zometeen nog een keer proberen. Maar eerst ga ik naar de school. Want de grootste geheimen heb ik daar bewaard. Om even mee op te warmen. Sinds de update is er een pinautomaat toegevoegd. Dus deze keer als je je lunch haalt, is het de bedoeling dat je daarna eventjes afrekent. Wat lief dat je voor me wil betalen, Job. Volgens mij heb ik dat niet gezegd. Oké, daar gaan al mijn Robux. In ieder geval, het grote geheim in deze school is de trap. Want daar kan je op lopen! Dat is niet het geheim. Het zit er eigenlijk achter. Als we namelijk achter de trap lopen, dan is hier gewoon
een geheime kamer. En echt niemand weet van deze kamer, dus je hebt hem helemaal voor jezelf. Hé, Job! Soort van. Dan vraag ik me af of de maker van Broekheffen dit expres heeft gedaan dat je hier doorheen kan, of dat het een foutje is. En dat vraag ik me vooral af hier in het theater. Want wat als ik je zeg dat dit niet zomaar stoelen zijn en dat je hieronder kan? Ik zal het laten zien. Om dat te kunnen doen, ga je in het theater uit en dan moet je bij deze muur zijn. Oh my gosh. Wow. Deze ruimte is zo groot. Dit zou gewoon een geheel nieuw lokaal kunnen worden. Ik bedoel, zie je dat al voor je? Dat je gewoon hoort... De les begint! Dit is een boek! En dat je daar dan les krijgt. Er is trouwens een geheim item toegevoegd aan Broekheffen. Wat ik de vorige keer helemaal over het hoofd heb gezien. Daarvoor gaan wij naar de props. En dan scrollen we helemaal naar beneden. Het zijn kerstlampjes. Dus bijvoorbeeld die geheime kamer onder de trap. Die kunnen we nu super gezellig maken. Kijk hoe leuk. Misschien hier ook bij de kluisjes. Oh, dat is zo nice. Echt al helemaal in de kerstsfeer. Zei iemand kerst? Ik ben de kerstman. Geef Bob een taco als je lief bent. Oh, oh, oh. Precies. Maar ik wil het nog een keer proberen. We beginnen weer met Bob te dragen. Ik moet naar de wc. Nee, Bob. Nou, dan moeten we dus Broekheffen weer afsluiten. We starten het weer op. En we pakken Bob weer op. Ik moet nog steeds naar de wc. Nou, dan moeten we hem van onze schouders afgooien. En kan ik weer vliegen? Ja, en dan als laatste zouden we alleen nog maar die papieren zak moeten pakken. En daarmee dus deze emote doen. Oké, hopelijk werkt het deze keer wel. Oh nee, ik krijg het niet voor elkaar. Ik heb het voor de opname getest en toen lukte het wel. Misschien als we wolf typen. Oh nee, ik word duizelig. Het is gewoon zo raar. Oh, wacht even. Volgens mij... Het is gelukt. Moet je kijken. We hebben nu onze echte superkracht ontgrendeld. De hoogste sprong in Broekheffen. Alleen op een gegeven moment is het weer weg. Maar nu ben ik extreem benieuwd. Het vliegveld. Wat als we nu gaan skydiven? Krijgen we dan 2 parachutes? Oh, ik zit vast in de loopband. Dit is waarom ik van Broekheffen hou. Oké, we gaan het proberen. Moment van de waarheid. 3, 2, 1... Volgens mij hebben we 1 parachute. Maar wat als ik nu expres afga? Zijn we dan allebei al? Hallo, vloer. Ah, dan zijn we weer los van elkaar. Ik ga je missen, Job. Het huis wat zometeen weer belangrijk wordt, dat is deze hier. We gaan eens even kijken of het nu al kan. Want met kerst is het zo dat je dit kan veranderen. Ah, het kan nog niet. Maar in het huis van de kerstman. Kijk, nu is het een soort van snoepjesfabriek. Maar dan komt hier dus een extra knop bij. Wat is jouw favoriete periode in Broekheffen? Pasen, Halloween, kerst, oud en nieuw? Want dat zijn meestal de momenten waarop er kleine of zelfs grote updates plaatsvinden. Oké, ik wil iets proberen. Kunnen wij een wc achter op de brommer zetten? We gaan het proberen. Ben je echt serieus? No way! Ik ga hier nooit meer vanaf! No way. Maar dit huis hier, dat is echt heel speciaal. Dit is namelijk een van de weinige, misschien wel het enige huis, en ik ga het laten zien, met een glijbaan. En het leuke is, je kan die glijbaan ook op slot zetten. Nou, als je niet weet hoe het werkt, je gaat erin zitten en je glijdt. Ja, dat is hoe een glijbaan werkt. Maar als je dan nog een verdieping omhoog gaat, dan heb je die hier ook een. Moet je opletten. Glij je hierin en dan val je. Maar ik zat te denken, wat nou als je deze op slot doet en je gaat dan hier naar beneden? Auw! Ja, eigen schuld, dikke bult. Abonneer voor meer en adios.